29 maart en we zijn weer klaar voor een nieuwe training. We hebben vorige week hebben keihard getraind. Hebben we spierpijn overgehouden? Ja, wel een beetje hoor. Goed hoor. Heb jij nog een beetje het gevoel gehad dat je hard aan het trainen was ook? Ja, heerlijk. Daar hebben we thuis lekker geslapen na het trainen. Dus. Ah, heel goed. Keurig. Dan kunnen we zo meteen gelijk gaan beginnen. We beginnen even met een leuk spelletje deze week. Ja, jij raadt het al. Wc van wie komt altijd goed van pas. Ik hou ze goed vast van meteen. En dan mogen zij gaan proberen om te vangen. Dus ik hou goed. Ik ben klaar voor. En hup. Oeh, hij is heel lastig. Maar we gaan het gewoon nog een keer doen. Ik zal nog één keer kijken hoe het lukt. Je moet dus een hele goede concentratie hebben. Ik mag ook wel aftellen. Oké, 3, 2, 1. Ah, heel goed gedaan. Geen plantage, heel goed gedaan. Goed gedaan. Goed gedaan. Zometeen gaan jullie stoten en blokken, zeg maar, voor de tv. En als eerste oefening is naar Jodan stoten. En dat doen jullie weer hetzelfde als vorige week. Bij elke beeldwisseling, dan geef je een stoot. Dus nu Jodan. Nou, dat doe je dan per techniek, dan doe je dan 10 keer. Nou, de volgende is dan Ariuke. Ook weer 10 keer. De volgende is Judan. Is niet erg. En doen we Uchuke. En de volgende Gero Marai. Een leuk programma. Ja, dat moeten we ook. En laatste. Ja, heel goed. Nou, dit doen we dan 10 keer. En ik wens jullie succes. Pas. Bij dit deel gaan we kata doen. En je kan het op twee varianten doen. Nou, als eerste gaan we groeten. Kondig je de kata aan. Hai Shuro! Stel, je hebt niet genoeg ruimte thuis. Dan ga je schuiven. Het ziet er zo uit. Nou, dat is de eerste variant. De volgende variant, dat ziet er zo uit. Doe je kleine stapjes. Ah! Nou, hier zo gaat het om dat je, zeg maar, de kata toch wel loopt, maar niet, zeg maar, goed staat in de standen. Want de standen hebben hiervoor al best wel veel geoefend. En nu neem je de kata toch wel door. Nou, voor de black belt. Jullie mogen zelf een kata kiezen die jullie willen en dan kunnen jullie die herhalen en oefenen. Ja, succes! Os. De volgende kata oefening, dat gaan we met z'n twee doen. En dan ga ik hem testen. Hij gaat niet echt de kata doen, maar hij gaat hem proberen te visualiseren. Dus hij zometeen ziet hij niet wat ik doe en dan ga ik hem vragen stellen. Oké, ziet er als volgt aan. Ik ga achter hem staan, dan ziet hij niet. En dan sta ik erin. Hij gaat zo. Klaar staan, hoor. En dan iets. Nee. Iets. Dan ga ik nu vragen welke stand ik sta. Hij kan mij niet zien. Dan ga ik nu staan. Oké, Joey, welke stand sta ik? Stond ik. Oké, heel goed. Oké, dan ga je weer zitten. Heel goed gedaan. Dan ga je weer door. Zo. En zie. Iets. Nee. Oké, Joey, welke stand stond ik? Ah, heel goed. Het is net één grote goocheltruc. Heel goed gedaan. Dit ga je doen met deze kaarten. En natuurlijk ga je proberen zo ver mogelijk door te gaan tot welke kaarten je kent. Goed gedaan. En veel plezier. Kom op. Os. Oké, we zijn nu bij de krokodillentandarts. Ik ben de tandarts en Jana is een krokodil. Zij heeft handen op de rug. Ik ben zo meteen dus de tandarts en ik ga proberen haar kies hoe hem eruit te trekken. Maar de krokodil die gaat zo meteen de handen eraf bijten als hij niet snel genoeg bent. Klaar zijn. Goed zo. Ah, hand eraf. Dan ga je proberen 5 keer en zij gaan proberen zo snel mogelijk te klappen. Veel plezier. Je mag de stoel vasthouden. Met één hand. Als je gaat terug met rechts, moet je wel met links vasthouden. Ga eerst Gedan, Chidan en Jodan. En dan weer terug. Jodan, Chidan en Gedan. Je moet zorgen dat je voet goed terug gaat. 1, 2, 3. Niet snel, maar gewoon lekker ontspannen. En dan daarna boven de grond. Als het lukt, mag je ook proberen zo meteen. Iedereen heeft andere stoelen, maar je mag proberen een mannes hier te maken. 1, eroverheen en terug. Dus je moet je knieën goed opdraaien. 1, en 2. Dus overheen, 1 en 2. Dan mag je 10 keer links proberen en 10 keer rechts proberen. Veel plezier. De challenge van deze week is de plank challenge. Dus je gaat zo meteen ook weer met de klok. Dan ga je planken. Dan ga je kijken hoe lang je het vol kan houden. Zo. Gewoon lekker relax. We kijken naar de klok. Je kan tv kijken. En dan kijk je hoe lang je het vol kan houden. De challenge is 5 minuten.
Lukt het jou? Veel plezier.